Wat is het spannendste voor de gebiedscoöperatie Ogen? Volgens mij is het spannendst voor de gebiedscoöperatie Ogen de omslag die we met elkaar moeten maken, van dat we gewend zijn, dat het wel heel makkelijk eigenlijk was om te werken vanuit thema's en opdrachten die van bovenaf werden ingefluisterd en ingegeven, bijvoorbeeld door de provincie of door het Rijk, en dat het nu het gebied is die aan het zet komt. En daar moeten we invulling aan geven. Als voorbeeld kan ik noemen het Nationaal Landschap Arkemeen-Eemland. Daar was het predicaat Nationaal Landschap was toebedeeld aan het gebied door het Rijk en door de provincie. Nu zie je dat het Rijk en de provincie hun handen daar actief van terugtrekken. En het gebied nu verder moet gaan met de invulling van hoe men dat merk gaat gebruiken. En dat ook economisch gaat uitnutten. Nou, dat is een hele mooie uitdaging die heel goed past binnen de gebiedscoöperatie Ogen en waaraan ik ook zelf heel graag wil bijdragen.